Tina Nijkamp, voormalig fanatieke zenderbaas van SBS-6 en nu een bekende tv-autoriteit, lijkt onder vuur te liggen van acteur Figo Waas, die haar onomwonden bekritiseert zonder haar zelfs te kennen. De opmerkelijke uitspraken van Waas roepen de vraag op wat de motivatie achter zijn harde woorden is, aangezien hij toegeeft geen idee te hebben wie Tina eigenlijk is. In een reactie op de onverwachte kritiek van Figo laat Tina zich niet onbetuigd en noemt ze hem sarcastisch een lekker positief en intelligent type. Ze lijkt zich te verbazen over het feit dat iemand haar zonder enige kennis over haar persoonlijkheid en werk kan afbranden. Haar benadering is echter luchtig en ze stuurt zelfs een berichtje naar Figo met een vleugje ironie. Hi. Lees dat je me verschrikkelijk vindt, maar dat je me niet kent. Gezellig. Groeten. Tina. Of Figo op het bericht heeft gereageerd, blijft onduidelijk. Het lijkt erop dat hij Tina Nijkaamp niet kent en de kans groot is dat hij haar bericht zelfs niet heeft gelezen. Het incident werpt echter een interessant licht op de manier waarop sommige publieke figuren zonder grondige kennis oordelen over anderen in de mediasector. Overigens is Tina niet vreemd van enige kritiek, zei het zelden. Een eerdere uitspraak van Gijs Groenteman, waarin hij haar een kijkcijferfetischist noemt, lijkt weinig impact op haar te hebben gehad. Marcel van Rosmalen lijkt Tina met een korrel zou te nemen en herinnert zich een grappig moment waarin ze cijfers rondstrooide en lyrisch sprak over trage televisie. Het lijkt erop dat Tina, ondanks enkele kritische geluiden, haar positie als TV-autoriteit handhaaft en zelfs een vleugje humor inzet om ongefundeerde kritiek te counteren. In de wereld van showmedia blijft ze relevant en lijkt ze vastberaden om haar eigen koers te varen, ongeacht wat anderen daarover te zeggen hebben.